Welkom bij de Hightech Podcast. Mijn naam is Ingeloe Stol en vandaag gaan we het hier hebben in het Conference Center op de Hightech Campus in Eindhoven over 5G. Want dankzij die 5G kun je straks nog sneller Netflix streamen. Maar toch is 5G niet alleen de snellere variant van 4G. 5G kan allesbepalend worden als we kijken naar innovatie. Steden, gebouwen, machines die met elkaar kunnen communiceren. De zelfrijdende auto die eindelijk de weg op kan. En artsen die op afstand diagnoses kunnen stellen of zelfs opereren. Het wordt mogelijk als we een snellere en betrouwbare verbinding hebben. Begin 2020 is hier op de Hightech Campus in Eindhoven de 5G-hub gestart. Een samenwerking tussen Vodafone, Ericsson, Brainport Development en de Hightech Campus zelf. Bedrijven, start-ups, overheden en studenten kunnen hier aan de slag met technologieën zoals 5G... om te kijken wat er allemaal gerealiseerd kan worden in die wereld van morgen. Bij mij aan tafel vandaag is Stefan Krijnen van Ericsson. Welkom. René Visser van Vodafone. En Roy Smits van PSV, want ook de voetbalclub is aan het onderzoeken of ze gaan testen met die 5G. Welkom, alle drie. Dankjewel. Welkom. En fijn om weer een keer ook in het echt bij elkaar te zijn in deze coronatijd. Eindelijk weer. Ja, fijn. Of niet? Op 1,5 meter, hè? Keurig. Ja, we zitten hier wel ver uit elkaar, maar ja, nou, voelt wel prettig. Ja, hè? Nee, René, kun je wat vertellen? Die samenwerking tussen Ericsson, Vodafone, Brainport Eindhoven en de Hightech Campus. Hoe is die ontstaan? Nou, dat is alweer 3 jaar geleden, dus best lang geleden. En toen begonnen we eigenlijk al over 5G, ongelooflijk. Dat is gestart met de gemeente Eindhoven en met Ericsson. Stefan Krijnen was daar ook bij. De toppers van de gemeente Eindhoven, Olga Bondarenko en Stijn Steenbakkers, de wethouder, nog steeds wethouder. En Jonas Onland. Tijdens die gesprekken kwamen we er eigenlijk al vrij vlot achter. Het draait gewoon helemaal niet om 5G. Het draait gewoon om de mens. En toen hebben wij ook al vrij vlot gezocht naar mensen met wie we samen kunnen werken. Waaronder PSV, Philips, Effenaar. En dat zijn echte partijen van de eerste uur. En daar hebben we echt een hele fijne start gemaakt. En dan hebben we hier in het Conference Center hebben wij ook ondertekend. En dat was met Edwin van der Sar toen en de voorzitter van PSV, Toon Gerbrands. Toen hebben we ook al echt laten zien wat 5G inhoudt. En toen kwam al vrij vlot het volgende stapje naar Brainport Development en naar Hightech Campus. Die zijn er bijgekomen. En dat was ook echt wel belangrijk om het ecosysteem ook om te bouwen. Want het draait tenslotte om de mens, maar het draait ook om samenwerken. En dat is wel heel erg belangrijk. Is die samenwerking zo belangrijk? We kunnen het niet alleen. Het draait niet alleen om technologie, het draait niet alleen om 5G. Maar ook om andere oplossingen, om echt tot resultaat te komen uiteindelijk. Dat is gewoon essentieel belang. En waar we nu hier zitten... Dit is gewoon het hart. Hier zitten de technologiebedrijven. Hier in Eindhoven, deze regio bedoel je? Deze regio zitten de technologiebedrijven. En daarom is het ook essentieel om samen te werken met Brainport en met Hightech Campus. En daar zijn we onwijs blij mee dat dit uiteindelijk tot stand is gekomen. Ook met de mooie opening wat je al noemde in je introductie. Ja, hey Stefan, kun je wat meer vertellen? Die 5G-hub, wat gebeurt daar? Ja. Je moet je goed realiseren, de 5G-hub is onderdeel van het bredere 5G Brainport Eindhoven programma. En de 5G-hub is eigenlijk hier gevestigd op de Hightech Campus. En is een grote fysieke locatie. En we realiseerden ons al heel snel dat we ons wilden gaan focussen op bepaalde thema's waarin we eigenlijk de mogelijkheden wilden gaan verkennen. Dus we hebben al vrij snel gezegd, nou, wij willen ons graag gaan focussen op health, entertainment, business, maar ook het aantrekken en behouden van talent. Hè? En niet alleen studenten, maar ook, laten we zeggen, echt start-up bedrijven die iets met de innovatieve technologie willen gaan doen. En daarbinnen, binnen dat hele grote brede programma, hebben we eigenlijk een aantal hoofdactiviteiten die je nou wel kunt samenvatten in 3 tot 4. En dat is, aan de ene kant proberen we use cases te ontwikkelen en technische testen te doen. Hè? Dus bedrijven die iets willen bedenken in samenwerking met 5G, die kunnen bij ons terecht. We willen inspireren, hè? Dus onder andere door evenementen te organiseren, artikelen te schrijven, kennis te delen. Willen we de kennisverspreiding over 5G en wat het allemaal teweeg kan brengen, verspreiden. En als laatste eigenlijk willen we
omdat we ons realiseren, wat René ook al zegt, je kunt het niet alleen. Het is echt al een samenwerking en een samenwerking in een ecosysteem. Willen we een community bouwen van bedrijven en entiteiten die iets bij kunnen dragen aan elkaar. Aan de ene kant kennisuitwisseling, aan de andere kant complementair zijn aan elkaar om iets samen te co-creëren. En dat zijn eigenlijk de hoofdactiviteiten die we doen binnen de hub. Ja. En de community bouwen, toen kwam corona, hoe gaat het? Ja, dat is wel een flinke knauw geweest natuurlijk. Ja, dat doet natuurlijk wel iets. Ja, ja, ja. Een van de pijlers is dus ook echt om mensen samen te brengen. En fysiek is dat lastiger momenteel. En dat is ook wel zo gebleven. We zijn 30 januari open gegaan. Een heel mooi evenement. Honderden mensen kwamen erop af. En we hadden verwacht dat dat zo door kon gaan. Maar dat, ja, net als alle andere sectoren werden wij er ook door geraakt. En dat onderstreept denk ik maar weer het belang van de digitalisering die we op dit moment ook meemaken. Dus we hebben helaas geen fysieke evenementen kunnen organiseren, maar we zijn wel online op de achtergrond doorgegaan met het bij elkaar brengen van partijen en mensen. En hebben ondertussen ook wat projectovereenkomsten kunnen tekenen met partijen. TMC heeft zich vorige week nog aangesloten bij ons. Er komen steeds meer nieuwe ecosysteempartner. Ja. He, dus een bepaald aspect van de 5G-hub hebben we niet kunnen invullen, de fysieke bijeenkomsten. Maar een deel daarvan doen we online. En ja, dat hoort ook bij deze tijd. Hey, en René, hoe gaat dat er dan uitzien straks als we wel allemaal weer naar een fysieke locatie komen? Zie ik dan start-ups, overheden gewoon allemaal in die hub door elkaar lopen en testen? Nou, op 1,5 meter dus. Hè. Ja, voorlopig wel. Hij zit ook echt in de 1,5 meter economie, zoals Rutte dat keurig zegt. En dat volgen wij natuurlijk ook op. We hebben best wel grote locaties, 750 vierkante meter. We kunnen er ook alles doen met demo's en noem maar op. Maar we zullen echt wel goed moeten nadenken, en dat hebben we eigenlijk al gedaan, van hoeveel mensen kunnen we daar binnen laten. En het is natuurlijk wel zo dat nu 30 mensen binnen kunnen komen en straks 100 mensen. Maar er passen echt geen 100 mensen in de 5G-hub. Maar we zullen wel heel gericht straks workshops organiseren. Met TMC onder andere sessies houden. Lopen gesprekken met andere bedrijven met wie wij dergelijke sessies willen organiseren. En dat gaat zeker lukken. Dat gaat zeker lukken. En we hebben een prachtige tribune. Die is extra groot. Er konden 80 mensen op. Nu ongeveer 15 mensen, ja. Schat ik ongeveer in. Zet er een paar stoelen bij. We hebben overal aan gedacht. We hebben een heel protocol. En dat gaat helemaal goed komen. En we zijn ook al gestart weer. Dus dat heeft deze tijd ook ons gebracht. Dat we gewoon weer alles weer scherp op het vizier hebben. Waarvoor we het doen en hoe we het gaan doen. Hey, en er is ook iets speciaals aan die 5G-hub, hè? Want er is een bepaalde frequentie die we nodig hebben om te testen. En die is er, Stefan, vertel eens. Ja, die is daar zeker aan aanwezig. Hè? Dus, maar dat is niet het allerbelangrijkste, vind ik persoonlijk. Hè? Dus Nederland heeft een hele unieke situatie. En eigenlijk is voor 5G bepaald dat de meest optimale frequentieband, hè? Dus mobiele communicatie werkt over frequentiebanden. En die worden gelicenseerd door de overheid aan bedrijven zoals Vodafone, Ziggo. En als je die licentie in handen hebt, mag je daar dus over uitzenden. En in Nederland is een situatie dat door de industrie bepaalde optimale band, de 3,5 gigahertz band, die wordt in 2022 pas geveild. Maar wij hebben die wel al beschikbaar in de 5G-hub. En niet op een testmanier, maar echt op een commerciële manier geïntegreerd met het volledige netwerk. Wat het dus mogelijk maakt om echt praktische testen te doen. En ik denk dat ook nodig is. Hè. Kijk, als je zegt van wat is nou bijzonder aan de 5G-hub, dan denk ik, ja, bedrijven zijn natuurlijk versneld bezig met digitalisering. Moeten competitief blijven, moeten innoveren. En in de 5G-hub heb je een plek waar je veilig kunt innoveren. Er is door Strict, in de opdracht van Strict is er door Kai Bastianen van de TU Eindhoven een opdracht gedaan van ja, wat is nou 5G, wat gaat dat dan brengen? En die zegt eigenlijk ook van, bedrijven innoveren vaak in hun eigen systemen, in hun eigen processen, bestaande operationele processen, bestaande kaders en regels. En dat maakt het vaak moeilijk om echt out of the box te kunnen innoveren. Ja, want er kan natuurlijk straks meer en dat moet je natuurlijk kunnen proberen. En je moet dat kunnen proberen. Ja. En zo'n omgeving als de 5G-hub biedt eigenlijk een volledig out of the box locatie om innovaties te kunnen gaan
proberen. Die je vervolgens kunt kijken, oké, dit werkt, hoe kunnen we dat dan inpassen in onze huidige operationele, in onze operatie. Ja, ja. En dat is denk ik wel een grote meerwaarde van een plek zoals de 5G-hub. Hey, en er is natuurlijk, als we dan kijken naar de komende jaren, hè, nu zitten we natuurlijk nog met die anderhalve meter, maar waar gaan we heen groeien met dit? Waar gaan jullie heen groeien met die 5G-hub? Ik wil daar nog even op terugkomen wat Stefan zo net zei. Het is open innovatie wat we doen. En ik start al, het gaat om de mens. Maar het is ook wel belangrijk om te benoemen dat het niet alleen draait om 5G. Dus er is ook niet alleen 5G in de 5G-hub. Maar er zijn ook andere technologieën voor handen. Dus het gaat erom dat we met het ecosysteem samenwerken naar een oplossing. Of dat nou 5G is of 6G, dat maakt niet uit. Maar dat kan ook artificial intelligence zijn of machine learning. Ja, zeker. Nou, een voorbeeldje is wat we met VNG en met doen. En in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Dat we met machine learning aan de slag gaan. Het is ook heel leuk om die combinatie met machine learning en 5G, die combinatie te leggen. Maar dat kan ook met blockchain of wat voor technologie dan ook maar. En we zijn enorm bezig met AR en VR, virtual reality. En die demo's staan ook in de 5G-hub. Dus om op jouw vraag terug te komen van waar gaan wij naartoe? Nou, we gaan steeds meer werken naar echte oplossingen die echt impact hebben op de maatschappij. Tech for good noemen wij dat. Ja, tech voor het goede. Hey, en er is natuurlijk ook veel gedoe over 5G. Stefan, zendmasten in de brand, zorg om de veiligheid. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik vind het wel lastig. Dat raakt me wel op zich. Kijk, ik begrijp natuurlijk als er iets nieuws is, dat mensen er graag iets vanaf willen weten en dat je soms zorgen maakt. En ik denk dat heel veel van de zorgen bij de grootste groep van de mensen weggenomen kunnen worden door je bij de feiten te houden. He, dus om mensen uit te leggen van hoe zit het nou echt, hoe werkt het nou echt. En ja, ik kijk ernaar en ik volg daarin bijvoorbeeld de wetenschap. En er is een internationale organisatie van wetenschappers die aangeeft, die hebben zich verenigd in de ICNIRP, de ICNIRP. He, dus die zoeken eigenlijk uit van ja, wat doet alle vormen van straling nou eigenlijk met de mens? He, en wat voor blootstellingslimieten mag je ergens in hebben en dergelijke. Nou, dat is een enorme grote groep wetenschappers die al jarenlang onderzoek doen. En die zeggen eigenlijk, nou, binnen deze blootstellingslimieten is het voor de mens eigenlijk geen gevaar. Mm-hmm. Ja, dat volg ik. En ik denk, bij de grootste groep mensen kun je dat uitleggen. En dan, ja, dan is daar ook een acceptatie. En ik vind het ook goed om dat te doen. Daarom hebben we ook in samenwerking met de gemeente Eindhoven, die vonden dat ook heel belangrijk, om die voorlichting te doen van de mensen. Dus wij waren natuurlijk een van de eerste plekken in Nederland waar dit überhaupt beschikbaar kwam. En de gemeente zei wel, nou, dat willen we wel op een goede, begeleide manier doen. En dat vind ik ook heel terecht. Waar het voor mij mank gaat, is als mensen overgaan tot brandstichting. En direct en indirect een gevaar voor wat mij betreft de maatschappij. Dat mag niet. En je zegt ook van, als je kijkt naar het geruststellen van mensen, dan denk je informeren. Dat denk ik wel. Hè? En daarvoor zijn er een heleboel instanties ook ingericht. Het RIVM die zit onder andere ook in een verenigd platform. Dat heet kennisplatform EMV, hè? Elektromagnetische velden. Die verspreiden eigenlijk de kennis die uit onderzoek naar voren komt. Ja, en die houden zich natuurlijk heel erg daarmee bezig. Dus vanuit heel veel verschillende organisaties, van onafhankelijke wetenschappers, RIVM en kennisplatform EMV, wordt die informatie beschikbaar gemaakt. Ja, en dat kun je natuurlijk dan ook opzoeken. En natuurlijk ook om te laten zien wat voor bijzondere dingen er kunnen met 5G. Hè? Dat je dat natuurlijk kunt laten zien. Zullen we daar even op doorgaan? Want jullie hebben bijvoorbeeld een heel mooi project in de gezondheidszorg. En de rol van 5G daarin. Daar zijn jullie ook met Philips mee bezig en met ziekenhuizen hier in de regio. René, vertel daar eens wat over. Tijdens de opening hebben wij echt een prachtige demonstratie laten zien. En daar liet je dus echt de impact zien van wat het doet op, voor mensen. Er kwam een ambulance binnen rijden. Dat is de case van een Connected Ambulance. Dat is in samenwerking met Philips, GGD
en het Catharina ziekenhuis en Ericsson en Vodafone. Daar heb je het ecosysteem weer, wat heel erg belangrijk is. En de case ging erom. Er kwam een ambulance binnenrijden, omdat er een meneer op de grond lag. En die was oud. Die lag daar op de grond. En soms tellen seconden, minuten tellen. Dat is gewoon onwaarschijnlijk belangrijk dat je er op tijd bij bent. En het schijnt zelfs 30 minuten te duren voordat je in het ziekenhuis bent. Dus die ambulance kwam er. De broeders kwamen eruit, die deden hun normale check. En tegelijkertijd pakten ze ook een iPad eruit, of een tablet, met een device eraan, met een echo-apparaat, waarmee ze op het borst van die meneer gingen meten wat zijn toestand was, wat er met hem aan de hand was, zodat ze van afstand, die arts die zat in het ziekenhuis... Dat streamden ze? Dat streamden ze met 5G, dat je een diagnose kan stellen van tevoren. Daar red je dus echt mensenlevens mee. En onlangs hebben wij de overeenkomst definitief ook getekend met al deze partijen, om dit vervolgens ook nog verder uit te werken en verder tot resultaat te brengen. Maar dat is echt een prachtig voorbeeld van Tech for Good. Als iedere seconde dus telt. En zoiets kan niet met 4G? Je bedoelt... Zo'n ambulance op afstand laten streamen met een arts, dat is nu nog niet mogelijk. Er zijn bepaalde dingen die je al wel kunt doen. Hè? Alleen dat zie je in heel veel sectoren gebeuren. Dus er is al heel veel mogelijk met 4G. Want 4G is ook daadwerkelijk een technologie die ontwikkeld is om dit soort communicatie te kunnen doen. Alleen de karakteristieken van 5G die geven weer wat additionele voordelen die in deze case heel handig zijn. Hè? Dus veel lagere reactietijden, veel hogere capaciteit en de mogelijkheden om bepaalde stabiliteit te kunnen garanderen. En dat komt eigenlijk een beetje door de architectuur van het 5G-netwerk ten opzichte van 4G. Er zijn ook al bepaalde zaken die je kunt doen, want we hebben met z'n allen heel veel lopen streamen, hè, denk ik, de afgelopen tijd. We hebben heel veel gevideobeld, we hebben met z'n allen heel veel gebruikt maar van de vaste en mobiele communicatiemogelijkheden met die vandaag de dag gebeuren. Alleen één connected ambulance op die manier voorzien, dat heeft natuurlijk een bepaalde behoefte. Maar als dat straks gemeengoed wordt en alle zelfrijdende auto's gaan rijden en al die logistieke processen... Het moet wel allemaal tegelijk betrouwbaar zijn, hè? Het moet allemaal tegelijkertijd betrouwbaar zijn. Je wilt natuurlijk niet de verbinding verliezen. Je wilt niet de verbinding verliezen. Nee. Hoe voelt het om het is natuurlijk super waardevol dat zoiets kan. Hoe voelt dat voor jou, René? Dat kan met nieuwe technologieën zoals 5G? Ja, dat is onwaarschijnlijk gaaf. En je stapt eigenlijk een stukje in de toekomst, terwijl je in het heden zit. Ja, dat is zo mooi. En het mooie is ook dat je gewoon kan samenwerken met al die partijen. En dat je ook echt tot resultaat werkt. Dat geeft echt een goed gevoel. En net wat ik zei, dan draait het niet alleen om 5G, maar ook om allerlei andere technologieën en andere toepassingen. En dat je dat hier gaat samenbrengen. Met Brainport Development, met Hightech Campus en met Ericsson en met Vodafone en al die andere partijen. Ja, dat is echt een hele mooie stap voor deze regio ook. Wil je daar nog wat aan aanvullen? Ik zag je even denken. Ja, kijk, wij praten bijna dagelijks met elkaar over dat onderwerp, dus ik herken natuurlijk wat hij zegt. En laatst hebben we ook bijvoorbeeld met een partij Centers in de logistieke sector zijn we ook tot een samenwerking gekomen. Ja, en als je bijvoorbeeld ook kijkt wat de impact is op eigenlijk alle sectoren die er momenteel gebeuren. Dan in de logistieke wereld staat ook zoveel te gebeuren. En Centers is een bedrijf die zegt eigenlijk van ja, er worden jaarlijks dus eens van 20 miljoen zeecontainers. En op elk willekeurig moment zijn er ongeveer 6 miljoen van onderweg. Dat betekent dat jaarlijks worden ongeveer 200 miljoen van die containers worden verscheept. Alleen operationeel managers die hebben heel vaak geen inzicht in waar is mijn vracht, precies, waar komt die nou terecht. Ja. En er is zoveel mogelijk natuurlijk nog in de optimalisering door alle mogelijkheden die je dus met deze vorm van connectiviteit kunt doen. Niet alleen in het trekken en tracen, in het zorgen dat je routes kunt optimaliseren, maar ook in het
orderpikken alleen al. En met orderpikken bedoel ik bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven dat je in staat bent om een hele zeecontainer volledig geautomatiseerd op een oplegger te leggen, naar een vrachtwagen te transporteren en helemaal op plaats van bestemming te brengen. Daar hoeft in principe geen mens meer aan te pas te komen. Ja. Dus ook daar, in die logistieke sector, gaat het enorme invloed hebben. Dat bedrijf wat je zegt, ook Centors, die zijn daar dus ook heel erg mee bezig om ook te kijken wat 5G voor hun kan betekenen. Ja. Hoe kunnen zij, wat heeft het straks voor meerwaarde voor hun specifiek? Ja. Nou, dat is ook best wel een technisch verhaal, maar uiteindelijk, zeg maar, ze hebben nu al een oplossing en wat ze nu dus maken eigenlijk bestaande camera's slimmer. Dan combineren ze 4G-technologie en dan zetten ze een stukje computing power naast. En dan richten zij een camera op een unieke code van een container. En die container heeft een unieke code en die heeft een zegel. Die zegel die zegt ook bijvoorbeeld voor bepaalde verzekeringen. En zij kunnen dus met machine learning algoritmes identificeren wat is nou het kenteken van deze container. Welke container is die? Waar hoort die bij? En is dit allemaal oké? En is die ook nog dicht geweest gedurende de hele reis? En dat doen ze op dit moment gewoon gebaseerd op 4G. Dus dat kan nu al. Alleen, omdat die processing power, zeg maar, dicht bij de applicatie gezet moet worden, is dat in sommige scenario's niet altijd even makkelijk. Dus zij zeggen, met 5G biedt dat ons enorme mogelijkheden, want dan kunnen we de applicatie naar de cloud verplaatsen en dan kunnen we nog meer dingen doen. Dus wij kunnen dan het ook in veel moeilijkere omstandigheden, want als de camera ergens is en die maak je gewoon slim op die manier, maakt het niet meer uit, kan ik hem ook op elke willekeurige plek plaatsen. Dat is voor de installatie en het onderhoud heel makkelijk. Maar kunnen we ook nieuwe mogelijkheden toevoegen? Bijvoorbeeld een personeelslid kun je met augmented reality toepassingen controles laten doen. Hè? En dat biedt voor hun extreem veel voordelen. Die helpen in het complete logistieke proces. Dus die wereld die gaat enorm veranderen ook daarin. Dat gaat nog veel meer gedigitaliseerd worden. Ja, ik denk dat er enorme ketenintegratie daarvoor de komende jaren terecht gaat komen. Dus al die systemen gaan op elkaar naadloos aangesloten worden. En in principe is het zelfs zo dat straks alleen maar bijvoorbeeld in Nederland een webshop, die hoeft eigenlijk straks helemaal geen menselijke interactie meer te hebben. Dat kan gewoon van order op de website tot aflevering met de drone 100% geautomatiseerd gebeurd worden. Gek idee, René? Ja, dat testen wij in de 5G-hub. Dat is te gek. Ja. Wat Stefan daar vertelt. Dat is nou precies wat wij doen. Testen en uiteindelijk ook tot resultaat brengen. Dat is echt wel heel belangrijk om te noemen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Hey, en we hebben natuurlijk ook nog een derde gast hier zitten aan tafel. Dat is Roy Smits van PSV, want ook de voetbalclub is aan het kijken. Heeft interesse om te kijken wat 5G kan betekenen. Kun je iets meer vertellen over jullie ambities? Tuurlijk, ja. Toen ze ons vroegen waren we eigenlijk meteen enthousiast om mee te doen. Wij hebben een van onze kernwaarden staat innovatie. Nou ja, we hebben het woord al een paar keer horen vallen. Dus heel belangrijk vinden wij om met innovatie bezig te zijn, om voorop te blijven lopen en dat ook in de toekomst te blijven doen. We hebben ook een unieke sponsorship. De meeste voetbalclubs hebben een bedrijf op hun borst staan. Wij hebben een regio op onze borst staan, ja, deze regio. Eindhoven. Ja. Ja. En Brainport die wil natuurlijk wereldleider zijn als het gaat om kennis, om high-tech, om innovatie. Dus ja, dat komt eigenlijk allemaal samen. Dus ja, vandaar dat wij meteen enthousiast waren om mee te doen. En jullie hebben de ambitie om twee toepassingen mogelijk te gaan testen met 5G. Onder andere als we kijken naar de analyse van videobeelden. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, ik wil op zich ook wel inhaken op wat hier net gezegd is. Het is 5G is natuurlijk een tool die je gebruikt om dingen te gaan testen. Je merkt als je in zo'n fase gaat zitten dat je ook veel meer andere technieken gaat zien en onderzoeken en 5G is er alleen maar een onderdeel van. Maar waar wij nu naar te kijken zijn is inderdaad videoanalyse. Die doen wij in ons stadion, doen wij op ons trainingscomplex. Wij nemen videobeelden op. Die versturen we naar een laptop. Een trainer kan die videobeelden bekijken. Die doet dat vaak ook gewoon live. Daarvoor heb je best veel infrastructuur nodig. Ik moet zeggen, die hebben wij in ons stadion en op de hoofdvelden op het trainingscomplex hebben wij dat wel. Alleen er zijn ook plekken waar we komen waar dat niet is.
Ja, je gaat geen kabels over hele voetbalvelden leggen en zo. 4G is net te langzaam, wifi is er vaak niet. Dus we gaan echt kijken of 5G een toepassing kan zijn om die beelden live te streamen naar een apparaat wat dan een trainer op de bank heeft, zodat die eigenlijk meteen kan ingrijpen als er iets voordoet in de training of meteen kan zien wat er in de wedstrijd gebeurt. Ja, want over die videoanalyse, wat kan er allemaal als je dat goed bijhoudt? Wat kan een trainer, wat betekent dat voor de voetballers zelf? Ja, nou ja, in feite kan die... Kijk, de trainer is op een bank en die ziet natuurlijk alles vanuit zijn perspectief. Nou, als je met de camera filmt van bovenaf, van achter de goal of van de zijkant, dan ziet hij een ander perspectief. Nou, een wedstrijd is wel anders dan bijvoorbeeld een training. En het gaat voornamelijk om dat hij kan zien wat er gebeurt of kan inspelen tijdens een moment in zo'n training. En door middel van 5G en de technieken die er dan zijn, ben je veel mobieler dan dat je nu bent als je alles aan een kabel verbonden hebt. En is het dan bijvoorbeeld zo dat je dan door die videoanalyse kan zien, toen je die stap zette, ging het mis? Moet ik er dan zoiets denken? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik ben natuurlijk zelf geen voetbaltrainer, ik hou me alleen bezig met de techniek. Maar videoanalyse helpt een trainer, coach, gewoon inzicht te krijgen in wat er gebeurt, maar ook de speler. Of de spelers, het team, ermee te confronteren. Ja, ja. Hey, en gaan we dit dan ook zien tijdens wedstrijden? Ja, dat is eigenlijk de tweede case die we kijken of we die kunnen gaan onderzoeken. Wij nemen heel veel data ook op. Dus behalve de videobeelden verzamelen heel veel data. Dat doen we door middel van een ingenieur systeem die in het stadion hangt. Die spelers omzet in... Eigenlijk een soort beeldpunten en het voetbalveld en een raster, waardoor wij de afgelegde afstand, sprinten, snelheid, balcontacten, kunnen wij eigenlijk allemaal opslaan als datapunten. Heel veel van die data, dat doet onze fysieke staf, onze medische staf, trainers, die werken daarmee. Maar we laten bijvoorbeeld ook al een klein beetje van die data zien aan de bezoekers in het stadion. Samen met onze IT-partij Axians projecteren wij dat op onze boarding. Dus wij zaten te kijken van hoe kunnen wij die data nog meer aan de stadionbeleving toevoegen. En we zijn dus nu aan het kijken of wij die data als een soort extra laag live in een stadion, dus augmented reality, kunnen laten zien door middel van je telefoon te filmen. Als je die over het veld laat gaan? Over het veld, gewoon live, ja. Of ja. Een bril op te zetten, waarin wij die tweede laag, bijvoorbeeld afgelegde afstand van de speler of de sprintroute van de speler, en dat mensen zo eigenlijk extra beleving in het stadion kunnen krijgen. Wat vind je ervan? Nou ja, überhaupt het feit dat PSV dit met ons wil testen is natuurlijk super tof. Ik bedoel, PSV is natuurlijk een internationaal aansprekende voetbalclub met een mooie historie en ik denk ook innovatief en dus ook waarschijnlijk een hele mooie toekomst. En ja, in de gesprekken die je dus met PSV onder andere hebt, merk je gewoon, willen vooruit en willen innoveren. Dus voor ons is dit een ideale plek. Hè? Dus dat zou zomaar een extra plek kunnen worden in Eindhoven, waar we een ontwikkellocatie hebben, waar we hebben nu twee cases besproken, maar nog veel meer mogelijk is. Ja, hey, en als we nog even teruggaan naar die analyse van die videobeelden. Hè? Ik kan me voorstellen dat het voor amateurclubs ook heel interessant is. Ja, kijk, wij, zoals ik al zei, wij hebben in het stadion best goede infrastructuur. Dus voor de thuiswedstrijden is alles redelijk afgedekt. Nou, op het trainingscomplex ook. Bij de uitspelende clubs is dat ook wel vaak het geval. Maar er zijn momenten waar we komen, of plekken waar we komen, waar dat niet zo is. Nou ja, daar testen we onder andere die toepassing voor. Alleen wij zien daar ook een beetje een breder geheel. Want uit die testen kan daar een product komen. Waarvoor het amateurclubs bijvoorbeeld makkelijker wordt om ook gebruik te maken van deze technologie. Amateurclubs zijn vaak veldjes natuurlijk zonder überhaupt geen wifi of bekabeling. Nee. En zo kunnen hun dus ook gebruik maken van deze oplossing om wedstrijden live te analyseren of trainingen. Jullie willen hier eigenlijk een voorloper in zijn, hè? Absoluut, zeker. Ja. René, hoe kijk jij naar de hele case met PSV? Ja, ik kijk het ook meer in een beetje ook in een breder geheel. We hadden het zo net al over entertainment. De hele branche bedoel je? De hele branche, ja. Dus los even voetbal, maar de hele entertainment branche. Er is ook nog een andere partij met wie we samenwerken, Evenaar onder andere. Maar ik zie die hele beleving in het stadion, dat gaat echt in een vogelvlucht. En nu zie je ook in die hele coronatijd.
gaat de beleving gaat gewoon helemaal veranderen. Dus ik verwacht ook in de toekomst, en dan heb je allemaal nog wel rechte discussies en allemaal dat soort zaken, maar ik verwacht in de toekomst dat mensen wel op plekken gaan staan waar ze zich prettig voelen en dat ze op een hologramachtige manier, een AR en VR-achtige manier, een voetbalwedstrijd, een concert op een totaal andere manier beleven. Of als extra toevoeging. Daar kan je zoveel mooie dingen mee doen. Maar dat is ook wat leuke van dit traject. Want wij spreken dus dankzij deze pilots ook bijvoorbeeld met een effenaar en kijken hoe we samen dingen kunnen doen. En wij zijn ook bezig met deze Brainport, met Hightech Campus, met al die bedrijven om te kijken hoe we toch met corona straks een stadion gevuld kunnen krijgen, op wat voor manier dan ook. En daar is dan 5G ook wel een onderdeel van, maar dus in het bredere geheel zie je gewoon die samenwerking elke keer weer. Je ziet terugkomen, hè? Dat is echt de kracht van het ecosysteem. Dat is echt wel goed om dat continu te benoemen. Dat is ook de kracht van die hub. Ja, van de hub en van de samenwerking met PSV, met Hightech Campus, met Philips, met Brainport. Dat is echt heel fijn, is dat. Hey, en Stefan, als we dan kijken naar de toekomst van de 5G-hub, wanneer zijn jullie nou echt tevreden? Ja, je moet je realiseren dat denk ik vanuit Ericsson zijn we natuurlijk 1 keer in de 10 jaar brengen we een nieuwe generatie mobiele communicatie naar de markt. Dus van 2G naar 3G, van 3G naar 4G. En nu gaan we dus over naar 5G. En wat ik heb gezien bijvoorbeeld is dat er op een gegeven moment was er een soort van kantelmoment. Met de overgang van toen 3G gelanceerd was en 4G eigenlijk meer capaciteit en snelheid bracht. En dat was een soort van het iPhone-moment, noemen mensen dat vaak in 2007. Dat een enorme verandering heeft teweeggebracht. We konden ineens veel meer. De wereld van applicaties ontstond ineens. Hè. De telefoon werd ineens een heel ander gebruiksmiddel dan dat je er alleen maar mee ging bellen en sms'en. En wij scheppen wij hebben natuurlijk al sinds 2015, nadat we dus technologie standaard hebben ontwikkeld, verschepen wij al die 5G-ready technologie. We doen wereldwijd onderzoek. Wat gaat er nou mogelijk zijn? Wat gaan sectoren eraan hebben? We proberen met ongeveer heel de wereld samen te werken om dat te bedenken. En in de 5G-hub hebben we ook een omgeving gecreëerd waarin partijen dus met elkaar samen kunnen komen. En wat ik nou enorm tof zou vinden is niet dat we dan ons gelijk gaan bewijzen, maar dat ik verrast word. En dat er dingen uitkomen dat je denkt, wow. Dat je samenwerkt met een aantal partijen. En die maken iets, of die co-creëren iets wat we nog niet hadden bedacht. Wat de maatschappelijke impact heeft, wat in de maatschappij gebruikt gaat worden. En dat ook nog eens gebruik maakt van 5G. Dat zou ik echt fantastisch vinden. René, waar kijk jij het meest naar uit? De samenwerking sowieso. Hè. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En dat je ook echt naar oplossingen kijkt. Maar zoals ik zo net al benoemde, dat hele VR en AR, dat vind ik gewoon echt te gek. Het is gewoon een beleving van mensen dat ook gaat veranderen. Er komt gewoon een diepere laag. Dat vind ik gewoon heel mooi. Maar het belangrijkste is het effect dat je echt impact hebt op de maatschappij. Dat je gewoon echt iets ziet van, hier hebben we echt iets aan. Dus een voorbeeld met de Connected Ambulance. Een voorbeeld met PSV, dat je spelers veel effectiever kan begeleiden, maar tegelijkertijd ook entertainment in het stadion hebt. Voorbeeld met de Effenaar, dat je op een hologramachtige manier een concert beleeft. Want het gaat echt een andere kant op. Dus dit valt echt heel mooi samen op dit ogenblik. Spannend hoe het eruit gaat zien. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze podcast. En wie weet maken we gewoon over een jaar een vervolg hoe het gaat. Zeker. Lijkt me een goed plan. Stefan Krijnen, dankjewel. René Visser en Roy Smits, dank jullie wel.